gratis. Hè? Lam. Ja, die knop dan, hè. Ik word niet lekker wakker zonder Edwin Evers in oldschool, full stereo. En na 50 jaar trouwendienst heeft dit ding het opgegeven omdat deze knop het begeven heeft. Nou schijn je tegenwoordig eenvoudige dingen zoals messen, revolvers en knoppen te kunnen printen in 3D. If I possessed a printing press, I'd use it most, I must confess, to tell the world what's on my mind. Dag heer en dame, mag ik iets vragen? Driedimensionale printers, zeggen jullie dat wat? Ja, ik heb het gezien op televisie. Ja, en wat zag jij dan? Ze konden van alles maken met zo'n driedimensionale printer. Ja, denk je dat ze dit kunnen maken, als een knopje? Met zo'n printer? Ja, beste knopje van een ouderwetse radio. Als je echt een jurk kunt... Een jurk? Kunnen ze een jurk maken? Ja, dat zag ik tenminste op televisie. Een jurk, tassen, sieraden, echt heel veel dingen. Allemaal gewoon? Uit zo'n printertje, ja. Nou ja, uit zo'n printertje. Ja, ja. Maar het zou dus ook, ze zouden ook onze bril kunnen doen, bij wijze van spreken. En ik loop alweer zwaar achter, hoor ik. Ik ook. Hallo, Guillaume, Felix al. En jij kan die printen? Ja, zeker. Kom binnen. Dankjewel. Zo. Zijn dit de printers allemaal? Ja, dit zijn ze. Gee, ik had me dat heel anders voorgesteld. Ik had hele grote kasten in gedachten, hele simpele. Nou ja. Moet ik deze hier ergens opleggen of zo? Dat hij het nee, dan gaat, nee, zo gaat het niet. Oh. Maar hoe gaat het uiteindelijk wel komt dit er wel uit. We moeten dit eerst tekenen in 3D. Ik zal het je laten zien. De buitendiameter is 25. Oh, maar dat gemakkelijk zeg. Maar waar is die knop eigenlijk voor dan? Van een oude radio. Ah, oké. En die zo'n oude bakkelieten knop, die worden niet meer gemaakt. Die dingen zijn al 50 jaar uit de mode. Oké. Dus dat is wel grappig eigenlijk, dat jij met zo'n heel modern stuk apparatuur iets kunt namaken wat zo oud is dat het niet meer gemaakt wordt. Ja, ja. Anders kun je die radio weggooien, weet je. Het apparaat is geschikt bij uitstek voor dit soort dingen. Oh, je hebt hem al zo wat, joh. Hoe ben je er zo bijgekomen om een 3D-apparaat aan te schaffen of te bouwen? Ik weet niet wat je gedaan hebt. Nou, ik heb werktuigbouwkunde aan de TU Delft gestudeerd. En ik wilde eigenlijk, mijn oorspronkelijke doel was eigenlijk om een lopende robot te maken. Maar zo'n onderdeeltje, of zo'n die robot was ongeveer zo groot en bestond uit, wat was het, 15 delen. En elk deeltje kost ongeveer 400-500 euro om te laten maken. En als je dan één foutje hebt gemaakt, ja, dan ben je dus weer 400-500 euro verder. Dus toen ben ik naar alternatieve methodes gaan zoeken. En toen liep ik toevallig een 3D-printer bouwpakket tegen het lijf. Hmm. Dus die had ik toen gekocht. Alleen hij voldeed net niet aan de eisen, zeg maar. Dus, hij kon geen robotonderdelen printen? Nee, hij was net niet nauwkeurig genoeg. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik ga het gewoon zelf proberen. We hebben zelf een ontworpen? Ja, dus de printers die helemaal hier staan. Die zijn echt, dat is made by Felix. Ja, het grappige is van deze printers bijvoorbeeld, dat die hun eigen onderdelen printen. Dus hij kopieert zichzelf, zo gezegd. Jij verkoopt deze dingen alleen in Utrecht? Nee, we verkopen ze wereldwijd. Zoals in? Nou, Australië, Rusland, Amerika, echt waar, Venezuela. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen of er staat wel zo'n printertje. Ja, ja. En wat doen die mensen er allemaal mee? Want ze hebben natuurlijk niet allemaal van dit soort knopjes. Voor uitvinders is het echt een tool bij uitstek. Ja, leg me dat eens uit. Nou ja, stel ik bedenk, ik wil een mooie design
doosje maken of dakje maken. Nou ja, dan ga je dat even bedenken en tekenen. Ja. En een half uur later heb je gewoon je en dan kan je dan voelen hoe dik die is. En dan kan je hem in je hand houden. En dan kan je zeggen, vind ik hem wel mooi genoeg? En moet dat randje niet wat anders? Ja. Wat kost een beetje aardige printer tegenwoordig zo ongeveer? Nou, degene die wij dan verkopen, die kosten als bouwpakket, kan je een dagje sleutelen, kost die €1000 ex-BTW. En de nauwkeurigheid doet ook niet echt onder voor machines die dan bijvoorbeeld 5.000 tot 10.000 euro kosten. Je hebt deze nu helemaal ingetekend. Ja. Waar dan? Ja, dan moet je hem inladen in het printerprogramma. Ja. En dan kan je hem uitprinten. Dus zometeen komt dat knopje dus ergens hier uit? Ja, dus hij gaat er een draad in. Ja. En dit is dan plastic. En dat wordt dan gesmolten bij de printkop. Ja. En dan tekent hij eigenlijk laagje voor laagje tekent hij het object op. Dit is biologisch afbreekbaar plastic. Ah, er zit geen zooi in. Nee. Dus je zou het bijna kunnen eten. Maar ik zou het niet doen. Nee, het is gemaakt van mais. Dat is misschien een leuk feitje. Van mais? Ja. Ja. Oh, dan kan je het wel eten. Hij is klaar ondertussen. Ja. Nou, dit is hem dus. En dit is de nieuwe. En dit was de oude. Het gaatje voor het schroefje zit er wel in, het schroefje niet, want ijzer kan hier niet. Nee, precies. Dus je zou eigenlijk dit schroefje eruit moeten halen en dan hierin moeten doen. En dan kan je, dus doet je radio het weer. Je bent een genie, dankjewel. Ja, dankjewel. Stel nou dat in de toekomst alles driedimensionaal geprint kan worden. Heb je geen fabriek meer nodig. Toch? Hi, ik ben Henk. Hallo, ik ben Kuiper hier. Kuiper, is dat zo? Als je straks alles kan printen, waarom zou je nog fabrieken hebben? Fabrieken zullen daar altijd blijven bestaan. Het idee wat wij hebben van fabrieken, dat gaat wel veranderen. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed and the skies turned on. Hoe anders dan? Nou, je kan je voorstellen dat de stoelenfabrikant, zoals je die nu kent, die kan 1000 stoelen per dag produceren. Ja. Maar vraag je dat aan iemand met een 3D-printer in zijn schuur, die kan natuurlijk geen 1000 stoelen per dag printen. Maar wat je vervolgens gaat zien, is op het moment dat als die personen of die fabrieken, die kleinere fabrieken, genetwerkt aan elkaar gelinkt, opeens allemaal 10 stoelen gaan produceren en je combineert het allemaal, dan kunnen ze misschien nog wel eens een grotere economische schaal gaan bereiken dan de industrie zoals we dat nu kennen. Veel mensen denken dat je met een 3D-printer opeens alles kunt maken. Ja. Maar wat mensen vergeten is dat je een 3D-model nodig hebt. Ja, en ik denk dat daar de echte revolutie zit. Dat opeens die fabrieken, die stoelenfabriek, opeens de ontwerpen van die stoelen vrij beschikbaar gaat stellen, zodat je die kunt downloaden en kunt uitprinten. Kijk. Welke bedrijven zijn er zo bezig met dat 3D-printen? Nou, er zijn een hele hoop bedrijven bezig. Economische sectoren die zetten in op 3D-printen. Vaak nog vanuit onderzoek. Dus we zijn nu op een NASA-tentoonstelling. Ja. En ook NASA is druk bezig met onderzoek naar 3D-printen. Want je kan je zomaar voorstellen, een van de doelen van NASA is natuurlijk om zo min mogelijk spullen in een raket te stoppen. Ja. En kun je afvragen of dat met 3D-printen misschien wel een antwoord zou kunnen zijn. Want je bent ergens 300.000 kilometer weg van de aarde. Dan breekt een knopje af. En in plaats van dat je hem standaard zeg je van, nou, we printen hem even. Ja, toch? Nou, dat is het idee. Dat is om hem maar eventjes uit. Dat is inderdaad het idee. En tegelijkertijd kan je ook afvragen van, ja, een van de andere doelen is natuurlijk om die reis zo comfortabel mogelijk te maken voor astronauten. Ja. Dus je kan je voorstellen dat op het moment dat een astronaut een boterham met pindakaas eet, dat komt uit een tube, lijkt mij. Geen idee. Maar op het moment dat je die met een 3D-printer in de vorm van een boterham met pindakaas aanbiedt, dan kan ik me voorstellen dat het iets voor de smaakbeleving teweeg brengt. Ja, ja. Dus je zegt van, goh, tegen die 3D-printer, laten we namens een boterhammetje met ham doen. En hij maakt dat allemaal, bij wijze van spreken, op basis van dezelfde basismaterialen. We zijn nog niet zo ver, hè, maar dat zou in dat zou de toekomst zijn. Nee, maar nou, zo'n helm. Wat een gek ding. Er is toch niemand die gaat. Hallo. Hallo, je helm gaat kapot. Kan gebeuren. Mm-hmm.
allemaal veredeld plastic. En dan kun je natuurlijk wel reservehelmen meenemen. Maar is het niet veel makkelijker om een printer met basisplastic te hebben? Dan kan ik een knop, een helm, een deurkruk, alles wat van plastic is, kan ik. Dingen zijn trouwens. Oei. Zo. Kunnen we wel wat hebben. Kun je alles namaken als kapot gaat? Dat is toch wel handig als je gewoon een klont basisplastic hebt? Of? Ja, nee, en precies daar gaat het over, denk ik. Bij 3D-printen, het is in die zin nog niet echt een productietechniek. Het is niet zo dat je 1000 helmen ermee moet gaan maken. Maar het wordt veel meer als prototyping techniek ingezet. Today is the day. Gotta do out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. Het is wel een feest voor het oog hier, hè? Ja, dat is te gek. Hey, we hebben ooit een industriële revolutie gehad. Toen krijg je een IT-revolutie. Wordt dit nou een soort van 3D-revolutie? Ik denk als je kijkt naar 3D-printen, het staat voor een veranderende wereld, absoluut. En de manier waarop we produceren verandert. Hm? En 3D-printen is daar een onderdeel in. Ik denk niet dat het radicaal gaat veranderen. Ik denk wel dat het aan het veranderen is. En dat er de oude modellen die we kennen niet opeens weg zullen zijn. Mm. Maar dat het een nieuw model op zichzelf ernaast laat bestaan. En dat nieuwe model wat nu volop in ontwikkeling is. Speelt Utrecht daar nog een beetje rol in? Nou, een hele stevige rol. Hey. Utrecht is ook de plek waar onder andere de Ultimaker bedacht is en gemaakt is. De Ultimaker? Nou, daar mogen we heel trots op zijn. Dat is een 3D-printer. De Ultimaker is bedacht en ontwikkeld door Protospace. Dat is een van de fablabs in Utrecht. En een fablab is een plek waar je naar binnen kunt met een creatief idee. En je kunt in dat fablab kosteloos gebruik maken van de machines om vervolgens van dat idee een prototype te maken. Oh. Vroeger hadden wij thuiswerken, hè? Zaten mensen thuis te werken. En komt dat eigenlijk weer een beetje terug door deze ontwikkeling? Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dat is echt de post-industriële revolutie waar we naartoe gaan. We gaan gewoon weer terug naar de thuisindustrie. Daar waar vroeger de ambachten, hè, de thuis werd er gemaakt, werd er gecreëerd, werd er gefabriceerd. Eigenlijk gaan we nu weer terug naar die kleinschalige lokale fabricage en productie. Dus iedereen krijgt weer een schuurtje? En iedereen krijgt weer een schuurtje met een 3D-printertje. Dankjewel. Jij bedankt. I print some handbills, many colors, red and green. Heb je wel van een 3D-metiale printer gehoord? Nee, nog niet. Het schijnt zelfs te kunnen dat men straks lichaamsdelen kan printen. Eng. Ja, vind je dat eng? Waarom vind je dat eng? Ja, kan er steeds meer gemanipuleerd worden en nagebootst. En dan hoef je er zelf niet eens meer bij te zijn. Ja. Onpersoonlijk. Ja, wat kunnen ze uiteindelijk niet? Kijk, het menselijke brein alleen niet nog, denk ik. Ja. Nou, ik denk dat het sowieso met de ICT heel anders gaat worden. Ik denk dat voor hem, weet je, wij hebben nu een telefoontje, maar ik denk voor hem dat hij straks een lens krijgt in zijn oog. En dat hij maar dingen hoeft aan te geven en dat het dan ergens wordt uitgeprint, bij wijze van spreken. Ja. Het is mij onlangs verklapt in het Universitair Medisch Centrum dat ik toe ben aan een nieuwe rechterknie. En dan is de vraag, hi, ik ben Henk. Hi, ik ben Jos, Malda. Kunnen jullie die al printen? Nou ja, daar ben je nog een beetje vroeg voor. We gebruiken printen op veel manieren in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door... Wow. Hey. Daar gaat hij al bijna. Dit is een knie. Dit is een knie, maar die is kapot. Dit is een complexe breuk. Ja. En om een operatie voor te kunnen bereiden, gebruiken chirurgen dit om daarover te kunnen discussiëren. Is dat alles wat jullie doen? Dat is niet alles. Op basis van foto's kunnen we een malletje maken, een zaagmal, als iemand een kunstknie moet. Ja, nou, als die moet ik hebben. Versleten is. Dan kunnen we dus zorgen dat er wat minder variatie is tussen de chirurgen. En dan hebben we een malletje wat we op de knie kunnen, op maat, per patiënt. En dan kunnen we een zaagsnede maken. En dan past hij altijd? Dan past hij altijd.
dit is plastic. Dit is ook plastic. Werken jullie ook met levend materiaal? Laat ik het anders zeggen. Mocht ik ooit toekomen aan een nieuwe lever, kun jij hem niet al leveren? Ik weet niet of ik hem al kan leveren. Dat zal nog wel, het is nogal toekomstmuziek. Maar wij werken wel aan het 3D-printen van levende materialen. Van levende cellen, van levende weefsels. Leg eens uit hoe dat werkt. Want... Nou, dat werkt eigenlijk heel anders. Want met het printen van zo'n plastic, ja? Of een metalen implantaat, dat kan ook geprint worden. Hebben we hele hoge temperaturen nodig. Ja, en dan gaan cellen dood. En dan gaan cellen dood. Cellen zitten in het water, in het waterig milieu. Dus daarvoor gebruiken we waterige oplossingen. Een gel, een hydrogel, gelatine. Hier is een voorbeeld hoe dat dan werkt. Laag voor laag kunnen we dus iets maken van een hydrogel. We hebben het hier even een kleurtje gegeven voor de zichtbaarheid. Maar laag voor laag kunnen we daar specifieke celtypes of stamcellen in stoppen. Ja. Die we laten rijpen in de richting van een bepaald weefsel. Nou, is natuurlijk toekomstmuziek, heb ik van je begrepen. Maar er komt een moment dat je echt ook een orgaan kunt maken. Nou, een orgaan is een heel gecompliceerd geheel. Dat communiceert allemaal met elkaar. Waar wij nu mee bezig zijn, is het combineren van die cellen tot een 3D levend materie wat meer op leefsel lijkt, wat we voor onderzoek kunnen gebruiken. Okay. Dus hierdoor snappen we beter hoe de relatie is tussen die cellen, hoe ze communiceren, hoe ze een bepaald weefsel maken. Hoe ziek die er worden. En hoe, precies. Ja, snap. En daarmee kunnen we inderdaad ziektes bestuderen. We kunnen dierproeven deels vervangen daarmee, omdat het in een meer natuurlijke omgeving is. We kunnen ook, dat is dan de iets verdere toekomst, waar we de cellen van de patiënt zelf kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld een screening te doen of een medicijn aanslaat. Leg me dat eens uit. Nou, als je een bepaalde ziekte hebt, zou je een gedeelte kunnen maken van een stukje specifiek weefsel wat aangetast is. Mm. En door een verschillend medicijn daaraan toe te voegen, zou je een screening kunnen uitvoeren. Kijken wat het beste welk werkt. Medicijn werkt het beste voor deze specifieke patiënt. Ja, want zoveel mensen zoveel medicijns maken. Exact. En een volgende stap daaraan is dat stukje weefsel steeds meer lijkt. Dat we dat beter kunnen laten rijpen tot een echt stukje kraakbeen of bot of gevasculariseerd weefsel. En dat zou dan kunnen worden gebruikt om stukjes te repareren in het menselijk lichaam. Nou heb ik in deze knie, kijk, je kunt zien, deze knie is veel dikker dan deze, want hier zit geen kraakbeen meer in. Ja, 30 jaar geleden hebben ze 2 meniscus uitgesloopt. Dat ging echt qua slopen. En het kraakbeen is weg. Kan ik nou tegen jou zeggen, jongens, doe mij een lol, doe even een nieuw stukje kraakbeen, wat ze erin kunnen... Ik denk dat nog wel een stuk verder weg ligt. Ja, dat maar nog wel komt toekomst wel een keer? Het is wel iets wat onze passie is en onze ambitie. En daar willen wij wel heel graag naartoe. Dit lijkt natuurlijk nog niet op een weefsel. En het is relatief een groot stuk. Als daar cellen in zitten, moeten die ook van voedsel worden voorzien. Als je dat een solide geheel zou laten zijn... dan kunnen die cellen die daar binnenin zitten, die gaan hartstikke dood. Dat had ik helemaal niet aan gedacht. En dat is een voordeel van die techniek. Plastic hoef je geen eten te geven. Nee, maar jullie maken met deze techniek levende cellen in het water, zodat gekoeld is, zodat ze niet koken. Maak je dan zoiets, maar kijk, daar zitten gaatjes in. Ja, waar zitten de mondjes? Zijn dat de mondjes? Zitten gaatjes in. En daar zou je dus de voedselvloeistof, het medium zoals we dat dan noemen, kan je daar doorheen laten spoelen. En groeit het dan of blijft alleen maar een leven? En dan zullen die cellen die daarin zitten, die zullen langzaam maar zeker hun specifieke weefsel gaan maken. Kraakbeenweefsel gaan maken en dat reorganiseren. Ja. En dat zijn de stappen die je dus nodig hebt om uiteindelijk tot iets echt functioneels te komen. Dus dit, het voelt een beetje als een heel zacht kindersnoepje. Hè? Maar het is dus levend weefsel. Daar gooi je levend weefselvoedsel in. En dan, hoe komt het dan dat... levende weefsel denkt van nou ik ga eens kraakbeen maken of ik ga eens oor maken of ik ga eens... Dat ligt aan welke cellen we daarin stoppen. We kunnen daar natuurlijk kraakbeencellen in gebruiken. Okay. Maar we zouden daar ook stamcellen voor kunnen gebruiken. Ja. En die stamcellen aanzetten in een bepaalde richting. Ik begrijp dat het allemaal heel voorzichtig gaat. Dat je straks dingen kunt die heel belangrijk zijn, maar niet de grandeur hebben van een hart. Maar zal er ooit een tijd komen, terwijl jij nog leeft, dat je wel een hart kunt printen? Ik betwijfel dat we dat echt als geheel kunnen doen. Ja? Aan de andere kant denk ik wel dat we kleine stukjes daarvan zouden kunnen gaan maken in de toekomst. Dus een stukje hart. Een stukje hartspier. Dankjewel.
Lekker dagje gewerkt. En dan een lekker drankje erbij. Iets lekkers op de radio. En ik wist vanmorgen al dat ze konden printen, maar dat ze ook menselijk materiaal konden printen, was voor mij nieuws. Dus ik heb al vanwege haar knoppen Heidi Klum besteld. En voorlopig moet ik het met deze knop doen. En... En nu vrienden, dat mooie duet van Billy Preston en Syreeta, It Will Come In Time. Blijf een god van een presentator, hè, die maar. Er zijn ook Engelsen hierheen gekomen om het eerste contingent Nederlandse spionnen op te leiden. Een klein beetje je verstand kunnen gebruiken, toch? Ja, je hebt een goed beeld van de wereld. Dus het is wel iets voor mij eigenlijk. Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Toen vond ik een heel klein papiertje. En daar stonden op de telefoonnummers van de Sovjet-Russische ambassade. Het consulaat van Sovjet-Rusland. En toen dacht ik, hey,